Hallo, hier vanuit huidpraktijk Rozenberg Skin Clinic. Ik krijg een aantal vragen binnen. En ik denk dat het handig is om daar ook iets over te vertellen, want het is niet helemaal duidelijk. Heel veel mensen weten niet dat je behandeling tegen puistjes terugkrijgt van de verzekering. Dus dat je in feite gratis behandelingen krijgt. Nou, het merendeel van de jeugd weet dat helemaal niet, terwijl het merendeel van de jeugd wel last heeft van puistjes. En ook heel veel volwassenen. En dat is natuurlijk zonde, want en de jeugd is vaak aanvullend verzekerd om voor hun beugel. Nou, dan is het natuurlijk prachtig als je dan naar de AGB, huidspecialist, kan. Zodat je het gratis kunt laten doen bij je verzekering. Dat varieert ongeveer van €200 per kalenderjaar tot €500. Nou, dan kun je toch heel wat behandelingen voor doen. En krijg je ook meteen goed advies hoe je dat thuis allemaal kan aanpakken. En ik krijg wat vragen binnen over puistjes. En iemand zegt, puistjes horen er toch bij in de puberteit? Ja, dat klopt. Want hormonen zorgen ervoor dat je meertallig gaat produceren. En ook nog eens een keer dat de bovenste huidlaag dikker en stugger wordt. Dus en die hormonen die kunnen wij als AGB huidspecialist natuurlijk niet gaan lopen sturen. Wij kunnen wel wat voedingsadviezen geven, maar daarmee kun je ze wel een beetje in toom houden. Maar het hoort er inderdaad bij. Maar wat we wel kunnen doen, is die tallig die dikker, stugger en heel veel wordt, dat we die zachter gaan maken. En ook die bovenste huidlaag kunnen we ook zachter maken. Dat kunnen we met glycol en salicylzuren doen. Maar dat is meer ter voorkoming en ter genezing. Maar als je ze wil genezen, dan moet je nog meer doen. Maar daar komen we zo op, want dat was de vraag niet. Want ik zie daar ook een vraag over. Maar dit was puistjes horen erbij in de puberteit. Nou, en dan zegt iemand van, oh, en wat is dan die AGB-code geregistreerde huidspecialist en wat doet hij dan? Nou, heb ik net al even iets over verteld. En die opperhuid zachter maken en die tallig ook. En met die salicyl en glycolzuur. Nou, de witte kopjes wegnemen, de comedomen, dat zijn die zwarte puntjes. Want als je die laat zitten, ja, het kan er niet uit, het is verstopt, kan dat voor grote problemen geven. Nou, dan wat de AGB-huidspecialist ook doet, niet allemaal trouwens, want het is best wel heel dermatologisch wat ik nu ga zeggen. Dat is met een dermatologisch blauw PDT flitslicht. Daar kan de bacterie die acne veroorzaakt, dat is de Propionibacterium acne, die kan onschadelijk gemaakt worden. Nou, ze zijn namelijk lichtgevoelig en sterven dan door fotodynamische therapie. Het klinkt heel eng, je voelt er niks van en het heeft ook geen bijwerking. Ik ga je eventjes laten zien hoe dat licht eruit ziet. Ja, dit is het dan. En dat is gewoon, ja, het voelt gewoon lekker. En je huid knapt er enorm van op. Die kan weer eventjes uit. Nou, gaan we kijken naar de volgende vraag. Ja, moet je het nou voorkomen of genezen? Ja, voorkomen is natuurlijk altijd beter. Maar als je ze al hebt, dan doen we het allebei. Want we voorkomen dat er nieuwe komen. Of te veel nieuwe, je kan het soms niet altijd tegenhouden. Maar we genezen het ook. Want het kan echt voor grote problemen zorgen als die celwand. Want daar ga ik nog eventjes iets over zeggen. Die bacterie waar ik het net over had, die zorgt ervoor dat hij een stofje afscheidt, waardoor die celwand helemaal zacht wordt en hij eet van die celwand. En die celwand van die talgklieren, die scheurt op een gegeven moment, want het moet wel ergens naartoe, die talg. En dan kan het dus in de huid gaan lopen en dat is pus, bacteriën en dat kan dan allemaal littekens weer veroorzaken. Dus echt heel gezond. Je kan er ook uiteindelijk echt ziek van worden. Als je het in ernstige mate hebt. Nou, dat wil je natuurlijk sowieso voorkomen. Nou, dan vraagt iemand, vind ik wel een goede vraag, helpt het nou echt zo'n behandeling? Ja, want ik merk vaak dat mensen dat een beetje
Ja, hè? Want het hoort er toch bij, hè? Nou, dat helpt zeker. En dan kan ik ook meteen uit de wereld helpen, die vraag. Verzekeringen zouden nooit een behandeling vergoeden als dat niet zou werken. Dus dat is heel simpel. Nou, en wat nou als je niet aanvullend verzekerd bent voor de acnebehandeling? Want ja, niet iedereen heeft dat. Nou, dat is dan wel een leuke verrassing die ik kan vertellen. Omdat Rosenberg Skin Clinic, hè, er zijn bedrijven doen vaak iets met een goed doel. Nou, wij ook. Alleen wij hebben gezegd, wij willen dat goede doel, willen we stoppen in jongeren steunen, helpen met de huid. Dus wij geven een flinke korting aan scholieren en studenten die niet verzekerd zijn. Nou, dan nog iets over littekens ten gevolge van acne. Want ik heb acne gehad en nu heb ik littekens. Wat nu? Nou, dan ben je ook verzekerd. Want het hoort bij de acnebehandeling, het is ten gevolge van acne. Dus ook littekens kunnen wij behandelen. Nou, zou ik een keer langs mogen komen? Ja, natuurlijk. Langskomen is gratis. Dan maak je een afspraak voor een gratis intake. Nou, woon je nou te ver weg? Zeg je van, ja jeetje, ik woon helemaal in Groningen of zo. WhatsApp dan even op 0653-276-070. Want dan sturen wij een tutorial naar je toe. Over wat je nou het beste zelf dan thuis kan doen. Om daarmee aan de slag te gaan. Nou, dan nog even ter informatie hoe dat nou zit. Hè? Want dat vraagt ook iemand. Hoe zit het dan met mijn eigen risico als ik verzekerd ben? Nou, de behandeling is meestal gratis als je aanvullend verzekerd bent. Bijvoorbeeld voor je beugel. En je betaalt geen wettelijke eigen bijdrage of eigen risico. Nou, en in de meeste gevallen heb je ook geen verwijzing van je huisarts nodig. Nou, kijk ook even op youtube.com/Jacqueline Rosenberg. Dan kun je nog meer filmpjes bekijken, want dat is mijn YouTube-kanaal. En het is misschien handig om te weten dat we een praktijk hebben in Huizen, dat is in het Gooi. Maar ook in Blaricum en Bilthoven. Dat is vlakbij Utrecht. Dus bel gerust 035-523-9397. Nou, dankjewel. En WhatsApp gerust ook al je vragen die je hebt. Tot ziens!